blenden, het mixen van oliën. Dit gebeurt sinds vrijdag in de Rotterdamse Markthal. Daar is de eerste olieblendbar ter wereld geopend. In de tijdelijke bar worden oliën zoals koolzaadolie, zonnebloemolie en lijnzaadolie met elkaar gemengd. Masterblender Leendert Westdorp had de eer om aan sterrenchef Fred Mustert de eerste olieblend te overhandigen. Het voordeel van het blenden van een olie is dat je de goede eigenschappen van een aantal van de oliën kunt combineren. Door te mengen is het net alsof je kookt, kun je voor elke olieblend zijn eigen specifieke smaakkarakteristiek creëren. En dat is soms wat een product het product maakt. Olie moet niet alleen zijn dat het qua samenstel en dat het visueel iets toevoegt, maar het moet natuurlijk ook een bepaalde mondbeleving geven en dat het ook iets toevoegt aan een gerecht. En dat kan smaak zijn, dat kan een bepaalde vettigheid hebben, dat kan bepaalde kou-eigenschappen kunnen het hebben. Dus ja, olie is gewoon heel erg belangrijk. In de bar kunnen bezoekers hun favoriete blends proeven. Ook worden van de olieblends ter plekke spreads gemaakt. Ja, het smaakt naar noten met wat citroen er doorheen. We hebben een beetje alles zelf toegevoegd en gewoon smaakjes toegevoegd die we zelf lekker vinden. Dus olijfolie met citroen geblend, met pompoenpitten en wat was het nog meer? Had jij de hazelnoot? Oh nee, walnoot had ik ook. Walnoot. Ja. De olie smaakt echt super lekker. Je proeft echt de verschillende nootjes en de zaden. En ja, heel verrassend eigenlijk. Vergeleken met de olie die je normaal koopt, ja, eigenlijk wel heel anders. Heel puur. Ja, het is zeker leuk om een blend samen te stellen, want ja, in de winkel vind je dat natuurlijk niet. Daar koop je gewoon één smaak en hier kun je toevoegen wat je lekker vindt. De blendbar van Becel is tot zondag 7 juni te bezoeken. Daarna zal deze door Europa gaan toeren.